De KBO Boxer bestaat 70 jaar. Reden voor een bijeenkomst en aansluitend een feestje. Omroep Dommeland Nieuwsflits. Lieve mensen, van harte welkom als leden van de KBO. Ik heb eens een foto willen maken en ik ga terug naar 1952. Ik stel me voor dat op de foto 32 mannen zouden staan, keurig in zwart pak, met een pet op en een sigaar in de hand. Zouden we op dit moment een foto maken, dan kijken we naar een groep van ongeveer 2000 leden, waarvan 700 mannen en 1300 vrouwen lid zijn. Wel het omgekeerde. De uitstraling van onze senioren is dan ook totaal veranderd. Huishoudelijke apparaten zijn in elk huis aanwezig. Ook de computer is voor velen gewoon goed geworden. Velen hebben een elektrische fiets aangeschaft. De auto is niet meer weg te denken. En ook de vrouwen hebben rijbewijs. Lieve mensen, wij zijn trots op onze 70-jarige, een van de oudste en grootste plaatselijke verenigingen die aangesloten is bij KBO Brabant. Een vereniging die de moeite waard is om lid van te zijn en van grote betekenis voor de hele samenleving. Dankjewel. Ik maak van dit moment gebruik om dank uit te gaan spreken. De erkentelijkheid van KBO Brabant voor al die besturen van die afgelopen 70 jaar. Die stuk voor stuk tot op het bestuur van vandaag hun nek hebben uitgestoken. En wat het huidige bestuur betreft, die hebben ook natuurlijk nu twee moeilijke coronajaren achter de rug. En wat fijn als jullie dan met zoveel hier zijn om te onderstrepen dat jullie het belang van de activiteiten van KBO Boxtel onderkennen en dat jullie daar graag bij aanwezig zijn. Dank aan alle besturen en het huidige bestuur voor een geweldige inzet. Nogmaals allemaal van harte proficiat en nog een hele mooie toekomst toegewenst met deze grootste, zeker een van de grootste en een van de actiefste afdelingen van de KBO Brabant. Proficiat allemaal. 70 jaar KBO Boxtel staat erop. En dan wil ik toch het moment van het openen van het jubileumjaar doen met de onthulling van dit paneel door Leo en Ad. 70 jaar KBO. Waarom is de KBO destijds opgericht? Nou, de KBO is toen opgericht door 32 mannen, omdat ze vonden dat voor de huisvesting en de ontmoeting plaats was na de Tweede Wereldoorlog. De huisvesting was een groot probleem. Alle mensen, jonge stellen, die gingen bij de ouders inwonen. En toen hebben ze gezegd, wij moeten iets doen voor de ouderen van Boxtel. En die waren vanaf 65 jaar waren ze lid van de KBO. Bereikt hebben we in ieder geval dat de mensen samen zijn. Samen voor elkaar, dat er geen eenzaamheid is. Maar ook voor de woningen hebben we altijd ons best gedaan. Maar je ziet dat er tegenwoordig loopt de spuigaten uit. Er is geen woning meer te koop. Dus de problemen blijven van alle tijden. Waar staat de afkorting KBO eigenlijk voor? Nou, de afkorting staat voor Katholieke Bond van Ouderen. Maar we zeggen tegenwoordig seniorenvereniging KBO. Dus de KBO is gewoon het werknaam en seniorenvereniging is de werktitel waar we aan de slag gaan. Het is niet alleen voor de katholieken, we hebben ook allerlei andere gezindten bij de KBO. En dat is wel heel mooi. Waarom zouden mensen lid moeten of willen worden van de KBO? Ja, nou, wij doen als het KBO zoveel activiteiten dat gewoon voor elk wat wils is. En dan gaan fietsen, wandelen, bussen, reizen, activiteiten gewoon ter plekke. En zeker het 70-jarig bestaan hebben we veel andere activiteiten. Zoals we gaan een filosofiecursus organiseren. Maar we gaan ook een pubquiz organiseren. We gaan weer reizen maken. We doen het vooral in Boxtel. Dus activiteiten vanuit Boxtel proberen we naartoe te gaan. En we proberen ook met de eigen leden iets te doen voor andere leden van de KBO. Ook hebben wij voor elke maand een ledenblad. Dat uitkomt bij alle leden. Eén keer per jaar een jaar brochure waar alles in staat over datgene wat ouderen moeten weten als ze iets moeten gaan raadplegen. En dat doet de mensen ook goed, een stuk verbinding dan op die manier. Zeker in coronatijd was dat de enige manier waarop we in contact konden komen eigenlijk met de leden, omdat alles dicht was en we niks mochten. Dus dat is ook een visitekaartje voor onze afdeling.
Als je dan lid wordt voor bij de KBO, nou voor 20 euro ben je lid voor een heel jaar. En dan kun je met heel veel activiteiten meedoen. Dus andere mensen ontmoeten. En dat is leuk. Het is wel een beetje duurder geworden in die 70 jaar. Ja, van 3 gulden naar 20 euro. Maar dan is het op jaarbasis nog niet veel. Is nog te doen? Heel goed te doen. U dacht, ik ga gitaar spelen. Speelt u lang gitaar? Ik speel heel lang gitaar. En wij komen hier zo even nog wat gezellige liedjes doen met de hele club. Toekomst eruit voor de KBO? Dat ziet er heel goed uit, want we hebben zelfs de laatste weken nog vele leden bijgekregen. Gewoon die 70-jarig jubileum willen meemaken. En gewoon vinden dat ze bij de KBO willen horen. Oké, op naar de volgende 70. Ja, dankjewel.